Ursula von der Leyen zal komend half jaar niet vervolgd worden in een vaccinzaak. Dat heeft het Europees Openbaar Ministerie bekendgemaakt. Het gerechtelijk onderzoek wordt over de Europese verkiezingen heen getild, zo meldt de Spaanse krant El Pais. Ursula von der Leyen staat onder verdenking voor onregelmatigheden bij de grootschalige aanschaf van coronavaccins. De voorzitter van de Europese Commissie sms'te rechtstreeks met de CEO van Pfizer, Albert Bourla. Von der Leyen weigert inzagen in de berichten. Dat riekt naar corruptie. Vandaar dat het Europees OM een gerechtelijk onderzoek doet. De vaccinzaak legt een tijdbom onder Von der Leyen's tweede termijn als voorzitter van de Europese Commissie. Europeanen zijn haar medeplichtigheid in het zaaien van de coronapaniek niet vergeten. Politici als Von der Leyen misbruikten de pandemie gretig om hun macht uit te breiden. Het Europees OM zal het gerechtelijk onderzoek in december hervatten. Dan zijn de EU-verkiezingen achter de rug en is een nieuwe Europese Commissie gevormd, naar verwachting met Von der Leyen aan het roer. Von der Leyen verlaat de gevangenis dus zonder te betalen. Wat zegt dat over het Europees OM? Het is kortom een nep-OM. Net als het Europees Parlement een nep-parlement is, dat niet eens eigen wetsvoorstellen mag indienen. De rechterlijke macht van de EU doet denken aan haar evenknie in de Sovjet-Unie. Ook daar hadden rechters en officieren in principe verstrekkende bevoegdheden, maar bogen zij als een knipmes voor de politieke wensen van het Politbureau. Wilt u meer gelijkenissen zien tussen de EU en de Sovjet-Unie? Bestel ons boek EU-SSR. Gratis.